Ik ben helemaal klaar mee, Mehmet Rutte. Die Nederlanders, jongen. Ze passen zich niet aan, ze kunnen taal niet. Ze zijn heel tegen Marokkanen, tegen Turken, tegen Surinamers. Ik weet het niet meer. En ze pakken al ons geld af. Wat doe je hier aan? Mehmet Rutte, wat doe je hier aan? Alleen maar, hier ligt alleen maar. Nee, je zegt dat het heel goed gaat met de financiën. Het gaat helemaal niet goed. Alle Nederlanders gaan weg met al het geld. Wat doe je eraan? Ik ben helemaal klaar met al die leugens. Jongens, ik zal jullie een leugen direct beloven. Waardoor er nooit meer een leugen van deze man komt. Wanneer? Dat zal ongeveer 1 week gaan duren. Weet je zeker? Zeker. Moment. Ik heb leugendetectors nodig. Je weet wel, van de vorige keer. Juist. Doe maar. Ja. Is goed. Tot volgende week. Yo. Hoi. Yo, ik ben echt niet klaar, man. Ik kan niet door die douane. Hier. Even wat je wacht. Wat is dit? Wat is dit? Waar blijft die koenders? Dit is zo lang. Dit is geen week meer. Dit. Jongens! Ewa. Heren, het uur is aangebroken. Yes. Iedereen zal de waarheid spreken in de Tweede Kamer. Hierbij presenteer ik mijn... leugendetector. Er is totaal geen racisme in deze samenleving. Dat lieg je. Er is alleen maar racisme. Nederlanders, altijd. De Surinamers, Marokkanen, Turken, overal. Ho, ho, ho. Draai jij heel snel je hand even om? Nee. Je hand omdraai nu. Haha, nu komt het aan de leugens. Man, mijn politieke carrière is nu afgelopen door deze stomme armband. En ik wou net vertellen over die meer of minder Nederlanders. Laat nu maar zitten.